Gelieve niet te knuffelen tijdens de zitting. Toen kon Daniel Termons nog lachen op de extra Valentijns gemeenteraad. Maar even later herhaalt oppositielid en kamervoorzitter Siegfried Bracke dat hij niet van plan is om te vertellen wat hij verdient als lid bij de adviesraad van Telenet. Dat is zoals een bakker die een brood verkoopt. Een slager, die weet ik wat, verkoopt een stuk vlees. En dat heeft een prijs en dat is marktconform. En waarom ik daar zit, mevrouw Tendermond, dan moet ik aan Telenet vragen. Bracke eist wel dat alle andere gemeenteraadsleden open zijn over hun mandaten en inkomsten. Termont is woedend en vertelt dan maar zelf wat Bracke krijgt bij Telenet. En godverdomme toch wel 12.000 euro voor niets krijgen? Als je niet gaat, heb ze ook. En wel proficiat. Want dat klaag ik aan, wat u aanklaagt, klaag ik aan. Want gij voert uit wat gij ons nu verwijt. Een kwartier later stuurt Siegfried Bracke vanuit de gemeenteraad plots deze tweet. Dienstmededeling. Ik vertrek uit Telenet Adviesraad. Poenschepper, ik niet. Maar hoeft niet meer voor mij. Geen punt, punt. En dan haalt Daniel Termont keihard uit naar Bracke. Ik heb daarnet op Twitter gezien dat ontslag neemt bij Telenet. Jij bent iemand die zo graag de mensen ook pijn doet. Hè? In uw sociale media, in uw stukken. Hè? Die zo graag de SPA en de Groenen aanvalt en dat kartel aanvalt. Voelde u nu een beetje wat Tom gevoeld heeft zaterdag? Nee? Voelde dat niet? Dan zijn er geen mens. Volgens Bracke was het moment gewoon gekomen. En werd hij door zijn voorzitter Bart De Wever niet onder druk gezet. Nu het uitlekt, stapt u eruit. Nee, omdat het uitlekt. Omdat die perceptie gecreëerd wordt. En vooral was dat ook deze week al? Ja, ik heb dat niet gezien zoals ik dat vanavond heb gezien. En dus ik neem daar de gepaste besluiten uit. In grote gelijkmoedigheid, dat is geen enkel probleem. Om 1 uur 's nachts, na een gemeenteraad van meer dan 6 uur, is duidelijk dat Bracke en Termont nog moeilijk door 1 deur kunnen. Door die godverdomme, neem me niet kwalijk, ik mag niet vloeken voor televisie, maar door die geweldige druk die op die mensen gezet wordt. Wat ik meegemaakt heb met die Optima-commissie en dergelijke meer, dit is onmenselijk op die manier aan politiek doen. Op die manier doen we niet aan politiek. En meneer Bracke en anderen moeten dat weten, dat men moet stoppen met die spelletjes. Men maakt mensen kapot, dat is ook wat ze met meneer Balthazar hebben gedaan. Ik vind dat bijzonder erg. Voor alle duidelijkheid. Meneer Balthazar is uit de politiek gestapt, ik niet. Ik ga dat niet doen. Ik blijf snoeihard deze coalitie bestrijden.